Judith, ja. Ik vind het geweldig. Wat heb je een mooi huis en een mooie muur. Ja, hoe ben je er toe gekomen? Nou, we zijn er super blij mee allereerst al. Maar hoe zijn we er tot gekomen? We hebben een jaren 30 huis en we wilden gewoon hier een hele leuke creatieve muur van maken. Omdat we ook vanuit de woonkamer naar de keuken kijken. Dus jaren 30 wilden we natuurlijk creëren. Ja, oude muur zat er helaas niet. Ja. Dus we hebben een oude muur gemaakt. Met het is schitterend. Ja. Ik zie ook heel veel details. Hè. Zoals hier zie ik een scheur in de muur en stukken eraf. Hebben jullie dat bewust gedaan? Hoe heb je dat aangepakt? Nee, hebben we ook wat advies gekregen, maar ook bewust gedaan. Dan maak je natuurlijk nog rauwer. En het is gewoon heel makkelijk ook om zelf te doen. Je kan op de grond laten vallen en dan krijg je weer een klein stukje. Dat kan je weer gebruiken. Dus daarom krijg je een hele leuke rommelige baksteenmuur effect. Nou, dankjewel. Ik ben heel erg onder de indruk. En, dankjewel, wij zijn er heel blij mee. Het is heel mooi. Ja.